welkom bij Topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag is de gast Wouter de Bruyne. Wouter, je bent van Park B. Allerlei mooie spullen van jullie, een autootje. Het kan niet missen hier. Een groot bord. Wat doen jullie? In het kort maken wij de parkeergarages van bedrijfsgebouwen toegankelijk voor consumenten. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan kantoorgebouwen. Dat is een groot kantoorgebouw. Standaard wordt dat gebruikt overdag door de medewerkers, door de bezoekers eventueel. Maar 's avonds en 's weekend staat die parkeergarage volledig leeg. En we zien ook dat door veel overcapaciteit in die garages ongeveer 30% van de parkeergarages leeg staat. Dus dat betekent eigenlijk dat ze 8 uur per dag zeg maar, gebruikt worden en 16 uur per dag leeg staan. En daar kunnen die bedrijven natuurlijk gewoon geld mee verdienen? Die bedrijven kunnen daar, de vastgoedeigenaar die kan daar natuurlijk ook nog wat geld aan verdienen. En ik denk het allermooiste op die manier kunnen we vooral zorgen dat we dat de resources die er al zijn, dat we die eerst gaan gebruiken voordat we nieuwbouw gaan doen. En ten tweede kan de consument veel betaalbaarder parkeren op toplocaties door het hele land. Oké, en hoe doen jullie dat? Wij werken samen met Parkmobile. Dat is heel belangrijk om te snappen. Dus we hebben niet onze eigen app. We zijn erg gaan kijken toen we hiermee begonnen. Wat is er allemaal al en wat kunnen we zelf gaan gebruiken? En de grote parkeerapps zijn er al. En Parkmobile is daar bij far de grootste van. Dus wat wij eigenlijk gedaan hebben, wij hebben de back-end technologie ontwikkeld om te zorgen dat we kunnen communiceren met een slagboom. En ook een stukje hardware wat we installeren op locatie. Dus op die manier kunnen we eigenlijk de slagboom aan gaan sturen. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, je gaat naar een locatie toe, je opent de Parkmobile app, dan selecteer je de Park B locatie. En dan krijg je de knop open slagboom. En zodra je daar op de open slagboom druk knopt, dan zorgen wij... Maar een stukje hardware, dat vind ik altijd een beetje... Ja, zo'n onzin begrip. Spannend, hè? Ja. Wij noemen dat de bullshit bingo, hè? Een stukje hardware. Wat is dat dan? Ja, tuurlijk. Wat het eigenlijk heel simpelweg gezegd is, het is een kastje die een signaal ontvangt en een puls door kan geven om de slagboom te openen. Ja, precies. Dus je integreert met de systemen van een parkeergarage. Ja, absoluut. Dus we gebruiken alle bestaande infrastructuur die er al is. Want je moet je voorstellen, bij zo'n parkeergarage is geen ticketing machine die je normaal gesproken bij een grote commerciële garage hebt. Dus het werkt niet langs knoppen. Nee, dus je komt aanrijden. De enige manier dat je binnen kan komen is dus de Parkmobile app. Ik denk gelijk, want ik heb best al wel vaker in parkeergarages op de help mij knop gedrukt. Mooi. En dan zit daar iemand die gelukkig de telefoon opneemt of door het kastje even kan zeggen van nou... Wacht maar even, ik regel dat, stop je creditcard er nog een keer in en dan gaat de boom alsnog open. Ja. Dat werkt natuurlijk niet. Jawel, we kunnen nog veel mooier jou helpen, mocht het geval zo zijn dat jij inderdaad hulp nodig hebt. Het mooie is dat we eigenlijk alles dus vanaf afstand managen als het ware. Kunnen we eigenlijk ook gewoon dus de slagbomen openen op momenten, mocht er om een reden zijn waarom jouw app niet werkt bijvoorbeeld. Kan je ons gewoon een belletje geven? We zijn 24/7 daarvoor ook gewoon bereikbaar. Ja, alleen heb je in parkeergarage meestal geen bereik. Is dat niet een probleem? We hebben het voordeel is wel dat we meestal parkeergarages hebben die maar één diep gaan. En als ze verder dieper gaan, dan kun je dat heel makkelijk oplossen met een signaal repeater. Om te zorgen dat je natuurlijk altijd die app kan gebruiken. Want dat is wel een noodzakelijke voorwaarde, anders kom je er niet uit. Hè? Anders dan moet je een andere telefoon gaan zoeken om ons dan te bellen. En dan kunnen we alsnog de slagboom voor je openen. Ja. Maar het is wel een stukje fijner natuurlijk als jij gewoon op de app kan drukken en het dan de slagboom open gaat. En nu zijn jullie vast niet de eerste die dit bedacht hebben. Gelukkig op deze manier wel. Kijk, het allerbelangrijkste in ons hele model is dat we dus samenwerken met een externe app die er al is eigenlijk. Ja. En dat wij vooral gezorgd hebben dat je heel gemakkelijk zo'n slagboom kan gaan openen. Dus dat het echt dat we kunnen communiceren met alle type slagbomen die er zijn, om we zelf op locatie wat installeren als het ware. En wat ook heel uniek is, dat we juist kijken naar grote vastgoedlocaties. Er zijn bijvoorbeeld wel start-ups die proberen de locaties van particulieren zeg maar, juist te gaan op die manier te gaan verhandelen. Zeg maar. Waar wij juist zorgen dat we de grote vastgoedpartijen, waar je echt schaal kan creëren in zo'n garage ook. Maar geef eens voor, wij zitten in Amsterdam. Wij zijn uit vanuit Amsterdam. Klopt. Wat zijn plekken waar. Ik sta hiernaast geparkeerd, 3 minuten lopen, op de Weesperstraat. Nou, is dat een garage die heel erg vol zit. Dus moet ik niet al te vaak noemen. Maar dat is een voorbeeld van een parkeergarage van ons. Bij het Amstelstation hebben we een garage met ongeveer 40, 50 plekken. We hebben een garage naast de Overtoom op de Tweede Constantijn Huygensstraat. We hebben er eentje op Sloterdijk. Ga zo maar door. We hebben er 7 in Amsterdam, 8 op dit moment in Rotterdam, 6 in Den Haag. Hey, maar je vertelde net, waar jullie dus van gebruik van maken, zeg maar de beschikbaarheid op momenten dat bijvoorbeeld die bedrijven ze minder nodig hebben. Ja. En nog eventjes terug naar die, ik heb zelf geen auto, dus als ik stomme dingen zeg, moet je ik corrigeer wel. Moet je meteen daarop corrigeren. Ja.
Maar ik ben dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, ben ik eigenlijk geen Park B klant. Mm-hmm. Maar ben ik eigenlijk iemand die wil parkeren en zoekt een plek die op dat moment beschikbaar is. En dan blijkt het soms via jullie te lopen. Moet je het zo zien of niet? Ja, nou ja. Want overdag, hè, diezelfde plek, overdag kan ik er niet terecht. Want dan heeft het bedrijf de ruimte nodig voor zijn eigen personeel bijvoorbeeld. Wat ik je altijd zou aanraden is eerst bij ons op de website even te kijken. Want dan zie je ook waar we garages hebben en hoe die beschikbaarheid is. Het geluk is eigenlijk, toen wij hiermee begonnen, hadden we dezelfde gedachten. Heel simpel gedacht. In de avond en weekend staan al die parkeergarages gewoon volledig leeg. Dus ze worden 16 uur niet gebruikt. Echter, toen we hiermee begonnen, kwamen we erachter dat er juist heel veel beschikbaarheid overdag ook is. Doordat sommige huurders van een gebouw eigenlijk ook geen auto hebben. Dus die willen geen parkeerplek huren. Doordat er heel veel vastgoed gebouwd is met parkeernormen die soms nu al achterhaald zijn. Omdat medewerkers veel minder met de auto gaan tegenwoordig. Dus er is behoorlijk veel leegstand in parkeergarages, ook overdag. Ja. Dus zo'n 60-70% van onze garages kunnen we gewoon 24/7 gebruiken. Okay. Maar heb je daar dan een vast aantal plekken of is het ook dynamisch afhankelijk van hoeveel auto's er staan? Ja, precies. Nou, het kan zeker dynamisch zijn. Kijk, het grote voordeel aan ons aan de... Of heb je een dynamisch systeem? Ja, allebei dus. Dat hangt heel erg van de locatie af. De eigenaar van het pand krijgt van ons ook de mogelijkheid om de plekken echt te managen. Nogmaals, omdat we alles met een back-end systeem doen. Als zij dat kunnen, dan kunnen jullie dat meenemen. Ja, precies. Ja. Dus wij stemmen het goed met die eigenaar af. Omdat wij natuurlijk naar de consument goed willen weten hoeveel plekken hebben we wanneer beschikbaar. Want anders staat de consument voor een gesloten slagboom, zou ik maar zeggen. Ja, wat ik nou nog niet helemaal begrijp, mm-hmm. je zegt ga naar onze website of onze app om te kijken waar die plekken vrij zijn. Kun je dat nou niet binnen Park Mobile gewoon zien dan? Nee, op dit moment nog niet. Dus dat is een ontwikkeling die nog wel in de app gaat gebeuren. Ik vind dat namelijk, ik zou nooit van mijn leven gaan zoeken van... ik sta ergens in de straat, welke app moet ik heen om te kijken of in een bepaalde... Nee, ik weet gewoon niet dat die garages te zijn. Ja, mooi. Nou, gelukkig weten heel veel mensen dat ondertussen wel. Ja, maar jullie zijn kijk, gooi de woorden wat heel veel mensen... Even, ik denk eigenlijk dat jullie het beste zijn. Hij heeft wel een auto, hè? Ja, ik hoor het. En ik parkeer heel veel. Ik geef daar heel veel geld aan uit per jaar. Ik denk eigenlijk dat jullie naar het publiek toe een volstrekt overbodig merk zijn. Het merk zelf bedoel je? Ja, want en weet je, het ons als je het heel goed doet met jullie uitgangspunt, zou je moeten integreren met alle bestaande parkeerapps. En zou ik gewoon, ik gebruik ze allemaal, in mijn Parkmobile app op basis van mijn locatie een seintje moeten krijgen. Oh, er is hier een garage in de Constantinopelstraat. Of jullie daar nou een kastje in de slagboom hebben gebouwd. Who cares? Ja, precies. Het grote voordeel van onze locatie is dat je dus altijd echt veel betaalbaarder parkeert. Ja, maar is dat jullie strategie dat je eigenlijk in die frontend helemaal niet aanwezig hoeft te zijn? Wat voor ons heel belangrijk is dat mensen snappen dat die Parkby-locatie dus echt betaalbaar is en op goede locaties. Nee, dus dat jij snapt. De Parkmobile-locatie. Nou, de Parkby-locatie in de Parkmobile-app. Nee, voor mij is dat oninteressant. Ja, oké. Okay. Dan ligt het er. Kijk, dat is absoluut. Wat is je strategie? Wil je als Parkby je profileren en een merk worden met een eigen app en een eigen systeem? Mm-hmm. Of zeg je, dat boeit mij niet, ik heb back-end technologie en iedereen die het integreert, dat levert ons business op en dat is prima. Ja, wat absoluut. Is je strategie? Ten eerste, wij zijn echt een back-end provider. Maar we vinden het heel belangrijk dat we naar de consument ook een front-end gezicht hebben. Dat de consument weet, je kan bij Parkby betaalbaarder parkeren. Dus het is een hele goede parkeeroptie versus de rest. We zijn aan het zorgen, er komen nu per maand 5 tot 10 nieuwe locaties bij. Dus je ziet dat die groei heel erg sterk is. Zodat we ook een veel beter netwerk van locaties hebben. Wat ook kan betekenen dat we mensen bijvoorbeeld kunnen guiden als de ene parkeergarage vol is. Zou je kunnen zeggen, nou, dat is een andere Parkby-optie die ook betaalbaar is. Want dat vind ik zo belangrijk. Omdat we juist gebruik maken van de resources die er al zijn. En geen eigenaar zijn van vastgoed, van een parkeerlocatie. Ik snap hem allemaal, komt terug bij mijn vraag. Want je geeft geen antwoord. Maar dat is voor ons is heel duidelijk. We willen een front-end gezicht hebben. Je hebt een visie, en dat zo heb je het ook vandaag een paar keer getwitterd. Wat is de impact van digitalisering op parkeren? Ja. Ik zeg dan dat ik als automobilist op een plek op mijn telefoon gewoon moet krijgen waar parkeerplekken beschikbaar zijn. Het boeit me ook niet of het in een garage is, op de Overtoom, op het parkeervak. De gemeente werkt daaraan met de Connected City of de Smart City, dat je dat als automobilist ook weet. Ja. Dat maakt namelijk een einde aan het onnodig rondjes rijden. Ja. Hebben jullie de ambitie om die plek te zijn? Willen jullie een front-end merk zijn of focussen je op fantastische back-end technologie om particuliere parkeergruisers te ontsluiten? Als je het hebt over visie, dan ga ik graag nog één tandje verder wat dat betreft. Ja, graag. Kijk, wat mij betreft heb je daar op termijn geen app meer voor nodig. Weet jouw auto waarschijnlijk. Tuurlijk, maakt niet uit. Waar je naartoe gaat, die weet ook jouw voorkeuren. Die weet dat jij het liefst niet zo ver loopt. Die weet dat jij het liefst ook niet de hoofdprijs betaalt. En dat je auto dan bepaalt, wat zijn de beste opties voor mij.
En dan is het absoluut onze visie om te zorgen. Dat liefst zelf, maar goed. Ja, maar hoe mocht het? Dat weet je dan ook, dat jij naar eigenwijs. Dus in dat geval zijn wij geïntegreerd in dat systeem. En weet je auto, of kan jij kiezen van, nou, ik wil de meest betaalbare parkeeroptie en ik wil maximaal 5 minuten lopen. En dan is het onze zaak om te zorgen dat wij genoeg locaties hebben, om te zorgen dat je dan een parkeergarage vindt. Tot die tijd vind ik het heel belangrijk dat de gebruiker ook weet van, oké, als ik dus betaalbaar wil parkeren, dan is het helaas nu nog zo dat je eerst moet zoeken, dat is absoluut waar. Maar dat parkeer dan een hele logische en betaalbare optie is. Dus voor mij zijn twee dingen. Om die reden, omdat jullie overvloed kunnen inzetten voor parkeer. Ja, omdat we zijn geen eigenaar van vastgoed. Geef eens aan, wat is dan, als betaalbaar is, wat dat verschil in prijs? Ik weet niet wat die hier kost, €5 per uur of zo? Ja, ik sta hiernaast geparkeerd voor €2,50 per uur. Ja. Met een maximum van €15 voor 24 uur. En hier is normaal gesproken 4, 5 Hier is het uit mijn hoofd €4. Centrum is zelfs €4,80 op straat. En parkeergarages zijn €6, €7, soms €8. Jij gaat zo maar door. We hebben een garage op de Zuidas. En de Zuidas is een van de meest dure plekken voor parkeren in Nederland. Betaal je €22,50 maximaal voor 24 uur. Dus op die manier, en als voorbeeld, de garage daarnaast is €60, €70, €80 voor 24 uur. Ja, steken hoor. Vind ik toch wel aantrekkelijk. Ja, maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Nee, maar daarom vind ik het, daarom vind ik het juist zo belangrijk dat mensen dus weten dat op die manier kun je betaalbaar parkeren. Als je dan hebt, waar gaat het dan heen? Dan zou ik zeker zeggen, op termijn hoef je wellicht niet meer op die manier zichtbaar te zijn. Omdat de technologie keuzes voor jou wellicht gaat maken of jou meer opties gaat bieden. Ja. De technologie is nog niet zover, die in-app technologie ook nog niet. Dus tot die tijd wil ik graag ook het gezicht zijn, dat mensen ook weten van, nou ja, betaalbaar parkeren kan ik nu al bij 40 plekken in Nederland met Parkby. Ja, dan moet je dus eerst op de Parkby-app gaan kijken waar plek is en dan met de Parkmobile-app gaan bepalen. Ja, wij hebben geen eigen app, dus je moet bij ons op de website kijken. Op de website? Ja. En waarom hebben jullie geen eigen app? Op mijn mobiel? Ja, nou ja, waarom hebben we geen eigen app? Eigenlijk voornamelijk omdat die parkeer-apps er al zijn. We hebben liever een hele goede mobiele website dan dat we een app hebben. Sorry? Waarom? Omdat die apps er al zijn. Kijk, wat wij ook toen we dit gingen onderzoeken, hoorden ook van heel veel mensen. Ja, we willen niet weer een nieuwe parkeerapp. Die apps die zijn er al. Integreer alsjeblieft in die technologie die er al is. Want ik gebruik al Parkmobile. Dus dat is de reden dat we ook op een website, weet je, die redenering snap ik ook helemaal niks van. Want dan moet ik, als ik hem niet toevallig geboekmarkt heb, moet ik nu een URL gaan intikken. Ja, ja, dan heb ik liever een app. Nou, dus als ik je gebruik. Ik ben wel een beetje dwars vandaag, Nee, ik stel gewoon hele normale vragen. Kijk, volgens mij gaat het erom bij het parkeren, wie gaat straks aggregeren waar de parkeerplekken beschikbaar zijn, tegen welke prijs. Ja. Zodat ik gewoon, als ik op de overtoom kan kiezen tussen die plek daar langs de weg waar ik met mijn Parkmobile €4 per uur betaal. Mm-hmm. Of ik krijg een signaaltje, in de Constantijnhuygensstraat is een plekje in de garage voor €2,50 per uur. Ja. Nou, 3 minuten lopen, regent het? Nee, dan zit ik hem daar. Ja, precies. Nou, als je het zo uitlegt, dan zijn wij dus de locatie in dat geval. Nee, en wij gaan kijken, dan zou dus de Parkmobile app of een ander parkeerplatform, die zou dus zorgen dat jij dus weet wat de opties zijn. Ja. En wij willen zorgen dat wij, en dat jij waarschijnlijk ook een Parkby al kent, en dat je gewoon weet, het is een betaalbare optie, het is een veilige manier. Maar goed, in dit geval, ik als fietser. Daar hebben we nog niks voor. Dat wordt helemaal heel lastig. Maar ik luister dit een beetje en ik snap zijn punt. Ja. Maar willen jullie niet eigenlijk gewoon opgekocht worden door... Willen jullie niet gewoon overgenomen worden door Parkmobile? Zijn jullie niet zo echt... Weet je... Hij knikt heel hard, ja. Nee. Ja, zijn jullie niet zo'n partij die zegt, oké, we voegen iets toe. Ja. Weet je, wat is ons businessmodel? Zo snel mogelijk door een andere partij overgenomen worden en dan gaan we weer wat anders doen. Nee, ik snap dat je dat vraagt. Kijk, wat wij zitten in Nederland, we zitten ook in Londen. Nou, we zijn een Nederlands bedrijf. We zijn hier gestart anderhalf jaar geleden. En we zijn in januari ook in Londen gestart. En wat we daar zien, daar werken we samen met Ringo. En Ringo heeft een gigantische userbase in Londen ook. Ze zien eigenlijk, doordat wij juist met die parkeerapp samenwerken, zijn we ontzettend schaalbaar. Als wij een land betreden, we integreren in zo'n app, dan hebben we meteen de gebruikers eigenlijk. En wat wij dan moeten gaan doen, om dat duidelijk te maken, is vooral zorgen dat we die locaties hebben. Dus dat we vastgoedeigenaren spreken, dat we contracten met hen kunnen sluiten. En dat wij onze hardware daar installeren. Dus op die manier kunnen we heel snel doorgroeien en zijn we nu dus ook in Londen al behoorlijk aan de weg gaan timmeren. En dat is ook zeker de visie, om op die manier door te groeien. Dus dat is vind ik een veel fijnere manier, een veel fijnere gedachte dan nu al overgenomen te worden door een partij. Ja. Hey, wij hadden 3 jaar geleden, dat bedoel ik niet vervelend, jaar geleden hadden wij in de uitzending al Johan Ben Hakoun van Mobipark ja, leuk. Uit Frankrijk. Ja.
toen claimden dat zij de oplossing hadden voor parkeerproblemen in de grote steden. Ja. De Airbnb voor het parkeren. Mm-hmm. Zij maakten via parkeerterreinen van hotels, bedrijven en openbare diensten beschikbaar voor privépersonen. Ja. Ik heb geen idee of ze nog bestaan en of het hun gelukt is. Maar wat positioneert jullie zodanig dat je denkt, want dit is natuurlijk niet... Het is altijd zo met goede ideeën, die bestaan op 1000 plekken ter wereld. Mm-hmm. Waarom zijn jullie beter dan de concurrentie? Het allerbelangrijkste daar ook weer is eigenlijk die samenwerking met Parkwalwal. Kijk, wat je ziet als een andere start-up, en of dat dan Mobipark is of een ander. Als jij je eigen userbase wil gaan creëren als jong bedrijf, ben je jaren bezig. Of je moet ongelooflijk veel geld hebben om te zorgen dat mensen bekend gaan worden met, in dit geval, Mobipark. Ons grote voordeel is dat wij dus eigenlijk samenwerken met die parkeerapps die er al zijn. Waardoor we heel snel ook een userbase kunnen gaan creëren in die parkeerapp. Dus er zijn de klanten van Parkmobil die bij de Parkby garage gaan parkeren. En dat is eigenlijk waarom wij heel hard hebben kunnen groeien afgelopen jaar. En waarom wij ook zeker zien dat we nu dus harder groeien of succesvoller zijn dan sommige andere partijen die dit doen. En het tweede is eigenlijk ook, kijk, wat heel erg belangrijk is in onze propositie is ook juist naar die vastgoedeigenaren toe. Is om te zorgen dat we echt stabiele samenwerking met hen hebben. Dus de grote vastgoedpartijen kunnen vaak nog wat traditioneel zijn natuurlijk. Het zijn vaak ook, het is pensioengeld of het op een andere manier wordt geld belegd. Ja. Dus wij hebben ook heel erg gefocust altijd op, we moeten gewoon zorgen dat het voor hen zo lean en clean mogelijk is, als het ware, zo makkelijk mogelijk is. En dat wij eigenlijk alle zorgen voor hen wegnemen en echt gaan zorgen dat ze er alleen maar profijt van hebben. Ja. En door die twee dingen... Mobipark keek ook nadrukkelijk naar de particuliere markt, echt peer-to-peer. Ja. Dat was de belofte. Ja. Dat doen jullie nu niet. Nee. Staat dat wel op de roadmap? Nee. Nee, want ik vind het heel belangrijk dat je dit ook met slimme technologie oplost. En wat je heel vaak ziet als je met consumenten moet gaan doen, dan moet je toch soms een sleuteloverdracht doen. Ja. En kijk, als jij kijkt naar Airbnb, daar werkt dat. Want jij je verhuurt voor een paar dagen je huis. Dat is een heel ander verhaal dan voor één dagje of misschien drie dagen of een week je garagebox of je parkeerplek verhuren. En we zien ook echt dat we die schaal nodig hebben. Dus als wij met technologie willen werken, dat betekent dat wij een voorinvestering doen. Wij installeren de hardware en software, net verteld. Dat kun je doen als je weet dat je schaal hebt. Dus je weet dat je meerdere plekken hebt die veel gebruikt gaan worden. Mm-hmm. Als je maar één plekje hebt, is dat heel anders. Dus dat is zeker niet, staat zeker niet op de roadmap. Twee vragen die op elkaar aansluiten, denk ik, die van Twitter krijgen. Johan Schaap zegt, ik wil helemaal niet parkeren. Nou heeft hij ook geen auto, zoals ik weet. Maar ik wil een autonomous pod. Zijn jullie al klaar voor de zelfrijdende auto? En Bert de Boer stelt een vergelijkbare vraag. Waarom überhaupt nog parkeren met autonomous cars? Ja. Die stuur je toch naar de ring en gaan later weer terug. Ja. Is wat jullie oplossing, is het een tijdelijk verhaal? Is zijn vraag. Mm. Tijdelijk gaat gelukkig nog heel lang duren. Laat ik dat voorop stellen. Ja? Want het duurt nog even dat die autonomous car er is. Ten tweede moeten die ook geparkeerd worden, dus dat gaat ons grote voordeel dan zijn. Of ze blijven rijden. Ja, dat is niet te hopen, want dat zouden ze wel allemaal niet ideaal vinden. Ja. Zet ze alsjeblieft ergens neer. En dan gaan ze op plekken staan waar je juist met technologie dingen op kan lossen. En ik denk eerder dat wij die supplier gaan zijn over die 15 of 20 jaar waar je het dan nog over hebt. En tot die tijd hebben we nu al een heel groot parkeerprobleem. En dan moeten we eerst dat op gaan lossen volgens mij. Als ik naar jou luister, dan hoor ik een beetje het verhaal wat wij hier natuurlijk wel best wel vaker horen van bedrijven. Niet in de zin van, wat voor bedrijf ben je? En dan zijn er veel bedrijven die zeggen, we zijn een technologiebedrijf. Mm-hmm. Technologie is een belangrijke component ervan. Ja. Die technologie van jullie, die pas je nu toe op de overvloed zeg maar, aan parkeerruimte. Ja. Is de technologie van jullie nog ergens anders inzetbaar? Als we even naar Uber vertalen bijvoorbeeld, mm-hmm. of wat Amazon doet. Ja. Nou, even in het begin. Zijn jullie een technologiebedrijf of zijn jullie een bedrijf wat echt het probleem wil oplossen voor parkeren? We zijn absoluut een technologiebedrijf. Ja. Met ook een hele grote vastgoedcomponent. En natuurlijk zijn we bezig met het probleem oplossen. Maar de kern voor onze oplossing is absoluut technologie. En wat zou je daar dan meer mee kunnen met die technologie die jullie nu aan het ontwikkelen zijn? Maar dat is ook heel erg de keuze of je dat wil en in welke fase je dat wil. Helemaal als jong bedrijf is het gewoon ontzettend belangrijk dat je focus houdt. En als we nu gaan zorgen dat we dit uitbouwen en dat we dit heel erg goed doen. En dan kan je nu al, en dat kunnen wij ook heel goed, ontzettend gaan brainstormen en dingen bedenken. Goh, we kunnen deuren openen, we kunnen dit openen, we kunnen van alles openen. Ik denk dat het veel belangrijker is dat we zorgen dat we dit goed doen. Dat we dit schaalbaar maken, groot laten groeien.
En dan kun je in de volgende fase altijd gaan kijken, zoals Uber ook gedaan heeft. Nou ja, dan gaan we Uber Eats in ieder geval dus lanceren. Ja. En die locaties gaan ook heel belangrijk zijn. Mensen, we zijn ook heel erg bezig met bijvoorbeeld elektrisch laden. Dat kunnen wij soms iets makkelijker aanbieden, omdat we al veel met technologie werken. We kunnen dat ook actiever communiceren. Het zal veel eerder gaan naar verrijking op locatie, als het ware. Als je in onze technologische ontwikkeling gaat kijken, dan nu al naar, we gaan het ook op andere markten of andere dingen toepassen. Ja, als het over schaalbaarheid gaat, waar het ook vaak over gaat in dit programma, zeker. Dan moeten jullie eigenlijk bij iedere vastgoedboer weer langs, zeg maar. Hè? Mm-hmm. Dus hoe de techniek is schaalbaar, die snap ik, maar tegelijkertijd zit een ontzettende dure of arbeidsintensieve component in. Dat je in een land op zoek moet gaan, waar staan die plekken? Ja. Wie gaat er over? Wie is ze? Hoe kijk je daar naar? Ja, absoluut. Het is ook heel belangrijk, vooral. Vastgoed is behoorlijk goed georganiseerd. Dus je ziet best wel dat er veel verschillende dezelfde partijen zijn. Je hebt overal dezelfde property managers, partijen die allemaal bezig zijn met al die eigenaren. Internationaal ook? Internationaal ook, ja. Dus je hebt een paar hele grote jongens. En die zijn eigenlijk in alle grote vastgoedlanden zijn die actief. Dus ook daar is voor ons heel belangrijk om met die partijen samen te werken om nog sneller te kunnen groeien. Maar wij moeten altijd een installatie op locatie doen. We moeten altijd een contract aangaan met een vastgoedeigenaar. Maar dat betekent eigenlijk ook dat we juist een hele mooie lock-in hebben. Want die locaties die zijn heel erg direct aan ons verbonden, zou ik maar zeggen. Je zegt we zijn een technologiepartij. Maar als je even terugkijkt naar hoe jullie begonnen zijn. Ja. Als je een technologiepartij bent, wat is jouw eigen fascinatie met dit onderwerp? Kon je zelf niet parkeren? Wat was het probleem? Ja. Even kijken, dan gaan we een klein beetje terug in de tijd, ongeveer 3 jaar geleden. En dan zal ik daarna ook even zeggen hoe ik daar dan ben in aangehaakt, hoe mijn eigen fascinatie begon. Maar het idee is echt begonnen met Tom en Jay, een Engelsman en een Chinees toevallig, die als expert hier in Nederland werkte. En elke dag reisde van Rotterdam en Den Haag naar Amsterdam toe. En tijdens de lunch over hadden van, het is ontzettend gek dat we overdag laten wij de parkeergarage van ons appartementencomplex volledig leeg. En s'avonds het weekend laten wij weer een parkeergarage volledig leeg achter, die van ons kantoorgebouw. Ja. Dus met die frustratie, of eigenlijk die opbevinding en ook de frustratie van parkeren is zo ontzettend duur. Kunnen we dan niet iets slims gaan bedenken, zodat we dat kunnen gaan oplossen? Want de capaciteit die is er namelijk, want we creëren altijd leegstand. Daar zijn ze mee begonnen en in Delft zijn ze toen technologie gaan ontwikkelen. Ik was in die tijd directeur van Yes Delft, de incubator van de TU Delft. Ja. Daar hebben ze programma's gevolgd om te gaan groeien. En toen ik met Tom en Jay in gesprek raakte ook over hoe zou ik daar betrokken bij kunnen raken, was voor mij heel duidelijk dat ik echt de fascinatie heb, we moeten dingen gewoon slim oplossen. We hebben zo ontzettend veel goederen, we hebben zoveel resources als maatschappij al. En als je kijkt naar de parkeren, hoe dat opgelost wordt, is nieuwbouw. Er worden gewoon nieuwe parkeergarages gebouwd de hele tijd. Terwijl je eigenlijk denkt, als het over parkeren gaat, die parkeergarages zijn er dus al. Dat komt heel duidelijk uit onze studies toen ook. En als je dat doortrekt, dan is er eigenlijk al zo ontzettend veel wat er al is. En of het dan een PRB is die dus op die manier goederen deelt. Wij die in ieder geval proberen te zorgen dat we dus eigenlijk eerst de resources gebruiken die er al zijn. Met slimme oplossingen en vaak technologie. Voordat we gaan nieuw bouwen, nieuw kopen. Op die manier nieuw bezig. Helder. Dat is voor mij echt de drijfveer geweest om ook bij Parkby in te stappen. En jullie moeten vaak hardware installeren op jullie locaties. Dat is duur en lastig en arbeidsintensief. Ik zag dat jullie een groot team hebben voor investeringen. Ja. Dus er gaat een hoop geld in, neem ik aan. Hebben jullie dat gedaan? Wat voor investeerders hebben jullie aan boord? We zijn eigenlijk begonnen met een aantal angel investors, als het ware. De eerste kring om ons heen die we de eerste keer gefund hebben. Ja. Vorig jaar hebben we een serie A gedaan, met Innovation Quarter. De investeringsmaatschappij van Zuid-Holland. En dat geeft ons nu al het eerste kapitaal om in ieder geval te zorgen dat het in Nederland stabiel staat. En dat we ook in Londen kunnen gaan bouwen. Betekent ook, wij zijn het type bedrijf, we hebben absoluut een groeiambitie en we zien ook veel potentie. Dus we zijn ook heel erg bewust van, de enige manier voor ons om te kunnen groeien, is dus vooral ook te zorgen dat we weer kapitaal aantrekken. Dus op die manier zijn wij voorlopig nog wel even bezig met Even los van die investeringen, verdienen jullie al geld? Parkby zelf is in Nederland absoluut, verdient absoluut geld. Alleen dat geld is nooit genoeg om in Engeland te kunnen gaan groeien. Dat snap ik, maar jullie zijn niet een van die vele start-ups vooral heel veel geld uitgeven en niet een solide... Nee, ik moet je eerlijk zeggen ook dat wij financieringen op aan het halen waren en wij aan investeerders toen begin van het jaar presenteerden van dit denken we dat we dit jaar kunnen gaan doen.
Gelukkig hebben we heel veel van die targets hadden we al op 3/4 van het jaar gehaald. En dat hadden ze ook echt allemaal niet verwacht, dat dit zo snel zou kunnen gaan groeien. En dat komt vooral ook aan, kijk, parkeren is iets wat je heel erg op je vaste patroon doet. Als je eenmaal een plek gevonden hebt en het is goed, de ervaring is goed, het is betaalbaar. Ik parkeer altijd op hetzelfde plekje op de Kloveniersbrug. Is dat die plek waar je pas... Nee, dat is op de Prinsengracht. Oké. Okay. Ja, daar was ik weggesleept. Dat gebeurt bij ons niet. Dus wat dat betreft heb je weer een reden om het toch een keer te gaan proberen. Dat ga ik doen. Ja, maar het mooie was in dit geval, de sleepdienst had zijn auto gewoon thuis afgeleverd. Oh, serieus? Ja. Oh, dat is dan wel service eigenlijk. Dat best wel. Wij zaten bier te drinken. In het café. Het werd hij gebeld. Belt mijn partner. Die zegt, hey, met je auto staat hier. Wat is er aan de hand? Ja. Mooi. Ja. Dus, hey, jij zei, ik was directeur van Yes Delft. Ja. Een prachtige plek waar allerlei mooie bedrijven, startende bedrijven in Delft bezig zijn. Dus jij hebt toen die keuze gemaakt van, ik kan hier mijn ding blijven doen of ik ga echt me focussen op dit bedrijf. Mm-hmm. Waarom heb je die keuze gemaakt? Wilde je een keer laten zien dat je het ook zelf kon? Of wat was het? Want het is natuurlijk een heel ander ding. Hè? Nee, het is relatief makkelijk om maar aan de zijlijn al het advies te geven en alles eromheen te organiseren. Ja. En dat heb ik aan het begin ook absoluut aan de lijve ondervonden. Ja. Dat het een hele andere stap is om er zelf echt in te springen. Maar ik denk ook in zo'n omgeving als is in Delft, en dat kan natuurlijk ook hier in Amsterdam of in Utrecht op hele mooie plekken. Ja, je wordt gewoon een soort van geïnfecteerd door dat virus, zeg maar. Je komt jongens tegen die ontzettend goed idee hebben, of meisjes natuurlijk, maar dames, die ontzettend goed idee hebben, die gewoon willen gaan knallen, zeg maar. En dat geeft zo'n energie. Dus op een gegeven moment had ik inderdaad ook wel door van als ik ook de juiste fit kan vinden en de juiste match en op de juiste manier in kan stappen. Onder de juiste rol, dan is dat echt een van de mooiste dingen die ik zou kunnen doen. Ja. Dus. Ja, tot slot, waar staan jullie over een jaar? Over een jaar? We moeten heel hard groeien in Nederland. We hebben ook echt meer locaties nodig. Op dit moment zien we dat we gewoon echt veel van onze garage beginnen gewoon vol te raken. Ja. We gaan absoluut zorgen dat we hier in Nederland nog tientallen nieuwe locaties hebben. En Engeland moet gewoon echt staan. Moet van de grond. Dat moet gewoon echt gewoon net zo sustainable of profitable zijn, zeg maar, als Nederland nu is. Ja. En veel meer natuurlijk, want het land is zo groot. En daarover? Zodat we door kunnen groeien. Want de startups die wij hier spreken, die natuurlijk ook allemaal internationale ambities hebben. Ja. Cultuur is een belangrijk probleem, zou ik bijna willen zeggen. Voor Amerikanen is Europa één ding. Dus als je gewoon een hoofdkantoor in Londen begint, heb je Europa getackled. Ja. Wat merk jij daar nu al aan? Ja. Is Engeland anders dan Nederland? Ja, absoluut. Mensen, je ziet heel duidelijk, bijvoorbeeld parkeergedrag is alleen al anders. Het OV is veel beter, dus veel meer georganiseerd, zou ik maar zeggen. Dus mensen parkeren allemaal bij een tube station en nemen dan de metro. Dus dat zien we heel duidelijk dat het anders is. En ik denk, ons grote voordeel is dat wij altijd gewoon de internationale ambitie hebben gehad. Dus daar hebben we ook een team voor gebouwd. We hebben dus een Nederlander, een Engelsman en een Chinees, zeg maar, in het managementteam. Dus Tom is ook meteen naar Engeland gegaan. Dus daar hebben we al minder cultuurbarrière. Ja. En op dit moment hebben we 7 of 8 nationaliteiten in het team. Omdat we gewoon zien dat het ook gewoon werkt met drive van die mensen om ook te zorgen dat dit gewoon internationaal gaat staan. Ja. Dus dat is ook een manier om daarmee om te gaan, denk ik. Door gewoon alvast multicultureel te zijn, alleen om bij jezelf te beginnen. We horen graag het vervolg. Ja, leuk. Ja, wees welkom. Kom een keer parkeren, zou ik zeggen. Ja, parkeer een keertje bij me. Dan voor de helft het geld, man. Ja, hoe moet ik even... Ik zat op Park B, maar ik zag nog geen locaties. Klik op locaties, bovenaan. Het internet. Je kan niet missen. Oh, dit redden we niet. Ja, okay. Dan houdt alles op natuurlijk, hè? Ja. Nee, maar ik ga het zo weer even aan. En ik kan gewoon met Park Mobile met je Park Mobile app naartoe rijden, je drukt op open slagboom en de slagboom gaat voor je open. Dat ga ik doen. Ja. Ik hoor graag geen ervaringen. Mag ik hier met je mee dan? Oké. Hey, ontzettend bedankt. Hey, bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. En we danken, zoals altijd, Streamzilla, die ervoor zorgt dat je live kunt meekijken. Iedere week weer op dinsdagavond. We danken 2ML die ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets up and running is. We danken Bier & Co. Van wie ik vandaag het Penty bier drink. Oh, die heb je nog niet eerder gehad. Nou, jawel hoor. Die is wel lekker, die Penty. Ja, heel lekker. Ja. Ja, absoluut. Van Oedipus, brouwerij in Amsterdam. Ja. En wie nog meer? Natuurlijk Freedom Lab. Dat is de plek van waaruit we uitzenden. Kijk je live, blijf kijken. Kijk je op niemand, dan weet je dat je ons hele archief kunt terugkijken. We zijn zo direct weer terug. Dankjewel. Dag.